Het is inmiddels een gewoonte. Ook de laatste training voor de wedstrijd van PSV vindt plaats achter gesloten deuren. We blikken terug nog even naar zondag. Er werd in blessuretijd gewonnen met 1-0 van Go Ahead. Met een doelpunt van Sissoko. Ja, dat was zeker fijn. Maar dat is denk ik van alles wat bij elkaar komt, denk ik. Hè. Dat je lang niet thuis hebt gewonnen. Iedereen weet wat er op het spel stond, zou ik maar zeggen. De doelpunten maken die je maakt. Hè. Een wissel die erin komt en die weer het goal maakt. De minuten waarin we maken, ook met onze historie in die minuten. En alles, het weer en alles kwam bij elkaar. Zowel de ontlading bij ons als op het veld als in de tribune was... Ja, geweldig eigenlijk. Ik luister de momenten nog wel eens terug en ik kijk ook nog wel eens de beelden terug. Dan krijg ik kippenvel. Ja, ja. Wat ging er door jou heen? Wat je zegt. Heel veel echt kippenvel. Ik zag gelijk mijn familie daar. Dus dat was wel helemaal te gek. Ook als ik hier de wedstrijden kijk. Toen ik nog in de jeugd zat, heb ik de golf nog nooit zo zien ontploffen. Dus hoe het nu was, het werd me gegund door de fans ook. Mijn naam werd nog... gezongen, dus ja. Ja, ik ken weinig spelers die gelijk naar wedstrijd 2 dat ze mogen invallen en scoren en dan ook gewoon gelijk een eigen nummer hebben. Ja, dat is niet normaal. Ja, ik hoorde het al uit bij Utrecht een beetje, maar niet ja, toen hier thuis stond denk ik 10.000 man die het zongen. Dus dat is echt mooi. Toch zag ik je een paar keer boos. Ik zag je zelfs een keer schoppen hier tegen een stoel aan of zo. Er was ook wel wat frustratie nog. Nee, ja, frustratie. Ik bedoel, je leeft mee en soms lukken dingen die je afspreekt, lukken niet. Ik reageer me daar eens op af. Nee, grapje. Nou hoorde ik ook na de wedstrijd, sprak ik met wat mensen die jou wat beter kennen. En die zeggen, ja, die is nog zo'n normale jongen. Hij staat elke avond nog lekker op een kruifkoortje gewoon te voetballen met de jeugd. Ja, dat sowieso... Hier, ik kom zelf natuurlijk uit Nijmegen. Dus het is allemaal begonnen bij Kruifkoortje. Dus daar ben ik nog dagelijks als ik tijd heb. En hoe zijn die jongens dan na afloop, toen je daar weer lekker aan het ballen was? Ja, die waren heel blij voor me. Had nog even mijn liedje nog gezongen. Dus dat was leuk natuurlijk. En de play-off plek is nog steeds in zicht. Met twee wedstrijden nog te gaan. Met PSV voor woensdag. Wat verwacht je eigenlijk van PSV? Ja, PSV is een topploeg en heeft topspelers, allemaal internationals die daar spelen, spelen hun laatste thuiswedstrijd. Ik denk dat ze wel een kleine teleurstelling hebben van, of een grote teleurstelling misschien wel van afgelopen zondag. Dus zal het ook misschien afhangen hoe de wedstrijd loopt bij Ajax Heerenveen. Ik denk dat PSV, ze kunnen moeilijk kampioen nog worden, dus dat ze daar ook mee zitten. Dus ik denk dat er wel kansen liggen. Vooral met deze ploeg die we nu hebben, dat wij zeker wel kans maken. Ja. Als ik naar onszelf kijk, moeten we zorgen dat we in ieder geval in die wedstrijd komen en blijven. Je moet zorgen dat je PSV zo lang mogelijk zo moeilijk mogelijk maakt. En dan kan er ook wat gebeuren op het moment dat er bij die andere wedstrijd dingen veranderen. Iedereen kent het doelgemiddelde van ons in Heerenveen. Dus we moeten ook zorgen dat we daar, mochten er dingen gebeuren, slim mee omgaan en niet opgeven. Maar ik heb wel een goed gevoel over eigenlijk.